De voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in Brunsum zijn in volle gang. Om de drie stemdagen zo veilig mogelijk te laten verlopen, is gekozen voor extra stemlocaties. Brunsum heeft zelfs een kleine primeur. We hebben een, een mobiel stembus, en die heet ook de stembus. Eh, dat is een, ja, een opvallende toerenkarbus, felgeel eh, gekleurd, eh, die eh, drie locaties aandoet. En waar mensen naast de gebruikelijke stemlokalen ook op dat mobiel, mobiel stembureau. Tijdens een bepaald aantal uren kunnen gaan stemmen. En dat doen we met name ook om de, de stembureaus zelf een beetje te ontplaatsen. Want met name de, de Kaleidoscoop, dat is toch wel een bekende stemlocatie in Brunsum, is een heel drukke locatie. En eh, als, als overloop, als het echt te druk wordt, kunnen we daar als uitwijken naar die stembus gaan. Uit veiligheidsoverwegingen zijn de bejaardenhuizen enkel nog voor bewoners toegankelijk om te stemmen. Wel is de stemstraat van vorig jaar bij de landelijke verkiezingen vanwege succes verdubbeld. In totaal stopt de teller bij 15 stemlocaties. Voor al die locaties zijn natuurlijk ook materialen nodig die op dit moment staan opgeslagen in de gemeenteloods. De grote materialen wordt vanaf hier, de kleine materiaal komt allemaal op de donderdag en de vrijdag wordt het aangeleverd. en Dan moet je denken aan tafels, stoelen, handzeep, uh, dispensers... Uh, allemaal van dat soort kleine materialen tot en met AED's aan toe. En dat wordt dan ook in de loop van die week allemaal naar de stembureaus gebracht. Zodat we die de dag van tevoren helemaal klaar kunnen maken. En dat is met een ploeg van een man of vijf waar we dat mee doen. Om dus die 15 stemlocaties helemaal in te richten. Wat is voor hier anders dan voorheen aan de verkiezingen? Dat het drie dagen is. Dat is dus echt een hele andere benadering. Normaal hebben we echt de maandag, de dinsdag dat we rondrijden en woensdag is het stemmen. Daar beginnen we dus nu al op vrijdag mee. En omdat er veel meer stemlokalen zijn, stemstraten zijn, hebben we dus ook veel meer materiaal nodig. En veel meer vrijwilligers, want de gemeente wil een buffer creëren als krachten wegvallen door een positieve test of als ze in quarantaine moeten. We zijn op dit moment met de werving bezig. We hebben de bureaus redelijk bezet op dit moment, ook het aantal tellers. Maar zoals gezegd, we zoeken toch ook wel reservisten. We bieden inderdaad een e-learning aan, een cursus. Want je moet je volgen, want je moet toch weten hoe dat proces op zijn stembo in het werk gaat. Het is toch vrij specifiek werk en je moet het zorgvuldig. Doen. En je moet ook bijvoorbeeld kunnen lezen hoe ziet een ID-kaart uit of een dat soort legitimatiebewijs. Die bieden wij aan. Eh, daar hebben mensen kunnen van thuis uit doen, daar hebben ze drie, vier weken de tijd voor. En die worden ook afgesloten met een kleine toets om ja, toch te checken of je de, de kennis beheerst. En daar hebben we een minimaal aantal punten moet je dan behalen. Maar dat is geen hogere wiskunde, uh, maar dat, ja, dat is wel nodig. Opvallend om te zien hoe vanzelfsprekend het dan is voor mensen om maar even te gaan stemmen. Ja, als ze weten wat voor een eh, organisatie daar vooraf aan zit, dat eh, beseffen mensen niet. Er zit trouwens ook een hele organisatie achteraf aan om te zorgen dat er donderdagmorgen gymzalen en dat soort dingen weer gewoon beschikbaar zijn. Want ook dat moet je dus, eh, verenigingen moeten afgezegd worden die normaal op die woensdag gebruik maken van een gymlocatie of een sportzaal. Dat is allemaal dingen die vooraf, maar ook achteraf, allemaal weer rechtgezet moeten gaan worden.